in een park zoals Hellendoorn of zo. Hè? Of Slagharen, dat mag ook wel zo'n houten achtbaan krijgen. Hallo mensen, hier spreekt jullie grote vriend Vincent en vandaag zijn we aangekomen bij een nieuwe aflevering van No Limits 2. We gaan natuurlijk de achtbanen bestrijden tegen het onrecht en het kwaad. En dat doe ik niet alleen, dat doe ik natuurlijk samen met jullie en met de mailtjes. Dit is aflevering 507. De eerste mail komt van Thibaut en hij zegt, hier heb ik een achtbaan genaamd de Pterodacty. PS, ik heb hem niet zelf gemaakt. Groetjes van Thibaut Verbeke. Thibaut landt op Twitch. Nou, dankjewel Thibaut. Ik ben benieuwd naar deze achtbaan. Hij heeft hem in ieder geval niet zelf gemaakt. En wow, wat moet ik hier... Ik herken dit. Ik meen het serieus. Wooden recordbreker. Dit is een recordachtbaan. En ik weet het nog. Deze achtbaan heb ik ooit een keer in mijn serie gedaan. Dit is leuk om even gewoon mee te beginnen. Het is natuurlijk een beetje een onrealistische achtbaan. Maar ik weet, ik herken hem nog. Wat gaaf. We gaan naar beneden met een snelheid van over de 100. Dat moet wel natuurlijk. 134 km per uur. Dat is een mooie snelheid. Maar ik weet zeker dat er nog meer achtbanen zijn die een grotere snelheid halen dan 134. Dat moet wel. Maar misschien... Wow, komt er nou serieus een looping in voor? Oké, het kan allemaal, dames en heren. Een looping in een houten achtbaan. Maak het ook uit. We krassen met een grote bocht helemaal langzaam naar boven. Dit is echt wel heel gaaf. Maar hij heeft hem niet zelf gemaakt. Leuk om even mee te beginnen voor de aflevering. Is iedereen wakker? Oh, natuurlijk. Ja hoor, kurkentrekker erin. Maak het ook uit. We gooien er alles in. Nou, ik vind het wel tof gedaan. Alleen, zo, hier airtime, dames en heren. Wauw. We gaan even serieus beginnen. We gaan gewoon beginnen met de allereerste achtbaan. Dit is gewoon even leuk. Bedankt voor je mailtje sowieso. Beste Vincent, het is alweer een tijdje geleden, maar hier heb ik weer een baantje. Veel ripplezier. Met vriendengroeten van Bart Meenderink. Bart? Is dit... De Bart. Is dit Bart of niet? Of is dit de Bart? Ik weet niet of dit de Bart is. Ik geloof dat dit de Bart is. Maar Bart, dit is inderdaad wel lang geleden. Je hebt het confirmed. Het klopt. Je hebt gewoon heel lang geen achtbaan ingezonden. En nu is het moment. En ik ben er gewoon heel blij mee. Laten we genieten van de Asaprocky. Dat is de naam van de achtbaan. Asaprocky. Apart zeg. Nou, daar gaan we dan. Mij benieuwen. En Bart, ik weet ook van Bart, maakt mooie projectjes. Dus daarom ben ik ook ontzettend benieuwd naar wat hij hier heeft gemaakt. Ik zie allemaal rotsen. Oh, het lijkt net op een soort van ingang van een grot of zo. Ik ben benieuwd. Nou, we gaan heel langzaam naar boven. Niet met een kettinglift. We worden echt met die wieltjes aangedreven naar boven. En daarom zegt mij dit iets over de achtbaan. Misschien is het wel een beetje een familieachtbaan. Maar hij gaat wel redelijk hoog. En daarom haalt hij denk ik ook wel een behoorlijke snelheid. Waardoor het niet echt meer helemaal aanvoelt als een familieachtbaan. En ik denk dat wij toch wel de 80 km per uur minimaal moeten halen. Wow, dat was apart. 82 km, dat is mooi gegokt. Maar heel gaaf, je gaat niet recht naar beneden. Maar het was een beetje, ja, een beetje twijfelachtig naar beneden. Van, ik ga stel, nee, ik ga toch maar langzaam. Ik ga toch weer minder stel. Heel apart. Maar goed, ik hou wel van die aparte projecten. Gewoon achtbanen die je normaal niet zo snel voorbij ziet komen. En dan is dit zoiets als zo'n afdaling op die manier is gewoon uniek. En daar hou ik van. Gewoon een beetje proberen. En voor de rest is het gewoon vloeiend. Niet normaal. Heerlijk baantje, Bart. Ik kan niks anders geven dan gewoon 5 tonnetjes. Je hebt het gewoon dik verdiend. En ik hoop, Bart, dat je binnenkort weer meer projecten maakt voor de No Limit serie. Zou heel tof zijn. We gaan door met de volgende achtbaan en Bart, tot de volgende. Hey Vincent, ik zag dat mijn achtbaan nog niet is geweest. Ik weet dat de baan van Piff Poef Paf 123 van begin juni komt en deze die ik had gestuurd is nog van 22 maart. Damien Coaster Madness. Nou, blijkbaar ben ik deze achtbaan vergeten. Excuus daarvoor. De achtbaan heet 24. En hier staat hij dan, een houten achtbaan. Sorry Damien, ik ben hem gewoon waarschijnlijk vergeten. Is hij mij gewoon ontglipt of zo? Ik weet het niet. Maar het belangrijkste is dat we nu gewoon jouw achtbaan gaan bestrijden. En dat is denk ik wel gewoon goed nieuws voor jou. En natuurlijk ook voor de mensen die graag gewoon de achtbanen willen zien. Want zo blijft die serie leven als No Limits. Nou, projectnaam wat ik al zei is 24. En of dit nou zijn 24ste achtbaan is, dat is mij een beetje onduidelijk. Maar in ieder geval, we gaan genieten. Ik weet ook, Damien, oftewel Coaster Madness, hij heeft altijd een logo in zijn parken staan met bloemetjes. Gele bloemetjes. En die bloemetjes zie je altijd CM. Dat is een beetje zijn logo, Coaster Madness. Maar ik weet van Damien, leuk trouwens, dat beveiligingscameraatje.
dat Damien altijd hele mooie achtbanen opstuurt. Dus dit moet ook gewoon een heerlijk project gaan worden. Rond de 70 km max schieten wij lekker over die heuveltjes. Kijk eens even, dat is een hele grote camera. Een beetje te groot. Maar dat geeft niet. Ik zie nog nergens CM staan. Ik weet niet waarom, maar misschien komt dat dadelijk wel. Doe een beetje denken aan de Heidi de Rijt, deze achtbaan. Gewoon niet al te hoog en lekker die snelheid erin houden. Mooie scherpe bochtjes, hartstikke vloeiend, super gaaf. Ik hou van zulke achtbanen. En zulke achtbanen mogen meer komen in Nederland. Ik mis ze een beetje. Mensen, als Nederland een houten achtbaan krijgt, is het altijd weer extremer. Maar zoiets als Heidi de Rijt, dat zien we nog niet echt veel in Nederland staan. Jammer, want dat wil ik wel graag een keer zien. In een park zoals Hellendoorn of zo. Hè? Of Slagharen, dat mag ook wel eens een houten achtbaan krijgen. Maar in ieder geval, ik vond het een prachtig project. Oh, daar staat het al, CM. Ik zei het tegen jullie. Sowieso, dit project, aankleding fantastisch. 5 tonnetjes, gefeliciteerd. We gaan door met de laatste achtbaan voor deze aflevering. Hallo Vincent, de laatste keer dat ik een achtbaan heb gestuurd was in aflevering 72? Ik heb een hele lange tijd No Limits 2 niet aangeraakt. Nee, dat snap ik. Maar ik ben de laatste 2 weken bezig geweest om weer eens wat nieuws te maken. Dit project is de Extreme Bike Coaster. Deze achtbaan is een Vekoma motorcycle achtbaan die veel sneller gaat dan normaal. Voor de lengte van de achtbaan is hij erg compact gebouwd, waardoor je vaak onder, over en langs andere baandelen vliegt. Hier nog wat statistieken. De lengte is 1988 meter. Een hoogte van 70 meter. Dat is extreem hoog. En de snelheid mag ik gaan raden. Veel succes met het bestrijden van deze achtbaan tegen het onrecht en het kwaad. Met vriendengroeten van Matthijs. Matthijs, we gaan je achtbaan bestrijden. Dit is, dames en heren, de Extreme Bike Coaster. En die moet zeker een snelheid halen van misschien wel... Nou, kijk even die hoogte. 70 meter. 120? Zullen we ik gok het gewoon 124. Gebaseerd op het 24 getal van de tweede achtbaan. Doen we gewoon 124. Mij benieuwen. Nou, daar gaan we dan. Het lijkt me best wel eng op zo'n motorcycle achtbaan. En dan met zo'n snelheid. Wow, 100. Was het dan 133? Het was in ieder geval heel veel. Wauw. En nu krijgen we misschien wel nog meer snelheid. Want we gaan onder het niveau van het station. En inderdaad... 137 kilometer. Geweldig. Dit is inderdaad extreem. Dit zal nooit in het echt bestaan. En logisch ook, want... Waarom zou je hierin willen stappen? Ik bedoel, het is wel super gaaf. Maar het is natuurlijk wel extreem. En dat zegt ook de naam Extreme Bike Coaster. Ik vind het origineel en dat is belangrijk. Maak gewoon lekker van die originele projecten. Je kan ook weer zo'n stalen achtbaan maken, weet je wel. Met een looping, een kurkentrekkertje en dat is het. Is ook heel gaaf, kan ook leuk zijn. Maar dit soort projecten maakt het toch wel een beetje af. Deze serie maakt het af. Bijzondere projecten en natuurlijk ook zulke extreme bikecoasters. Ik vind het geweldig. En wat me ook opvalt, dat hij gewoon nog lekker vloeiend is. Je kan ook lekker een beetje een troll achtbaan maken. Mensen die gewoon No Limits een beetje voor de lol een keer hebben gekraakt... En gewoon eens even een achtbaan opsturen voor de lol. Met allemaal hoeken erin. En ja, dat is natuurlijk ook wel weer hartstikke leuk. Af en toe een keer zo'n achtbaan krijgen, 1 keer in de maand. Maar over het algemeen hè, is het gewoon best wel creatief hoe mensen gewoon te werk gaan om een achtbaan te creëren. Dat maakt deze serie toch in mijn ogen ontzettend uniek en leuk om ook op te nemen. Ja, Extreme Bike Coaster, wat moet ik ervan zeggen? Ik vind hem gewoon... Laat ik gek doen. Laten we gewoon ook gewoon 5 tonnetjes geven. Ja, ik vind van wel. 5 tonnetjes. Laat in de comments weten wat jij van al deze achtbanen vond. Natuurlijk niet de eerste even meerekenen. Dat mag natuurlijk wel, maar hoeft niet. En dan, ja. Ik hoop dat jullie weer zien natuurlijk met de volgende aflevering. Doei doeg!